Ja, voorzitter, dank u wel. Ik sta hier met betrekking tot toch wel een best ernstige aantijging die ik gisteren heb gelezen in misschien wel de beste krant van Israël, namelijk Haaretz. En daarin staat dat een motie die is ingediend door de ChristenUnie is tot stand is gekomen na samenwerking tussen medewerkers van de Israëlische ambassade en een fractie in de Tweede Kamer. Voorzitter, dit is wat ons betreft ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Wat ook staat opgenomen in het regeerakkoord, dat moeten we tegengaan. Dit is inmenging in onze democratie. En ik hecht er toch nog waarde aan. Als dit een andere politieke partij zou zijn overkomen, pak een beetje Thierry Baudet van Forum voor Democratie nee, met betrekking tot Baudet. Rusland. Meneer of Baudet. Ons met betrekking nee, tot nee, Turkije. Nee, nee, ik ga u onderbreken. Dan zou het een het heel ander verhaal erg. Zijn. Ik ben benieuwd hoe de Kamer hier tegenaan kijkt. Meneer. Ik wil een debat met de minister van Binnenlandse Zaken. We hebben gisteren ook een afspraak gemaakt dat het bij de regeling van werkzaamheden alleen het onderwerp kan worden genoemd, een korte toelichting, maar niet naar andere partijen uithalen. Dat kan, maar dan in een debat. Maar ik wil vooraf even een korte opmerking maken over het verzoek, los van de inhoud. Gaat het er om een debat over de ChristenUnie? Nee, het gaat om een debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken over vermeende buitenlandse beïnvloeding, voorzitter. Okay. Dan. Ja, ik begrijp dat de Kamer daar stil van wordt, ja. Nou, ik denk dat het staatsrechtelijk een beetje ingewikkeld is als het gaat om andere partijen. Want wij controleren de regering, maar niet elkaar. Daarom vraag ik het expliciet. Ja, daarom vraag ik dus ook om een debat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken over vermeende buitenlandse beïnvloeding, voorzitter. Mevrouw Karel. Ja, voorzitter, buitenlandse beïnvloeding is natuurlijk een ding. Een interessant punt wat de heer Kuzu opbrengt. We hebben een debat staan aangevraagd door de heer Van der Staaij over het Midden-Oosten vredesproces. En daar zou het bij betrokken kunnen worden voor beide heren. Ja, dank u wel, mevrouw Karabulut. Zo te zien heeft... Oh, niemand. De heer Voordewind namens de ChristenUnie. Voorzitter, dat lijkt me een hele goede suggestie. Laten we het daar gewoon bij betrekken. Ik heb niks te verbergen. Ik wacht alleen nog even op de instructie van de Israëlische ambassadeur wat onze inbreng wordt voor dat debat. Maar als ik die binnen heb, ga ik graag het debat aan. De heer Van der Staaij. Voorzitter, als het gaat om buitenlandse inmenging, is het ook altijd mogelijk om dat bij bijvoorbeeld integratiedebatten te betrekken. Hè? Stel je voor dat je Kamerleden hebt van Turkse komen af en die worden er gestuurd vanuit hun thuisland, dan kan het een integratieprobleem opleveren. Meneer, en dan is het goed om dat daar ook aan orde te stellen. Maar u steunt het niet. Zaken en binnenlandse integratie. Zo zijn er verschillende debatten waar iedereen zijn puntjes naar voren kan brengen. Dit doet u nooit, zo'n opmerking bij de regeling. Over andere collega's. Ik wilde slechts zeggen dat we hier allemaal volksvertegenwoordigers zijn. En laten we elkaar niet aanspreken op de achtergrond of de seks of wat dan ook, maar het over de inhoud hebben. Goed, dank u wel. U heeft geen steun. Nee, voorzitter, ik zie het. Maar omdat ik toch, u heeft het ook gezien, omdat ik toch word aangesproken. Ja. Voorzitter, u hecht er belang aan dat wanneer er iets wordt gesteld, er iets wordt bewezen. Ik daag de heer Van der Staaij van de SGP uit om te bewijzen wat hij stelt. Dat probeerden ze al 5 jaar lang. En het lukt ze al 5 jaar lang niet. En dat moeten ze een keertje ophouden. Ik heb hier gewoon bewijs. De heer Voordewind kan er lacherig om doen. Meneer Dit is inmenging in onze democratie. Meneer dat mag niet, dat kan niet, dat moet ophouden.